Wat heeft de minister ons daar uitgelegd? Eigenlijk money we niet horen sinds het begin van het jaar. De centrale bank heeft toen gereageerd naar Nederland toe. Wat willen jullie zijn fout? Het is besproken aan money loose. Maar na ongeveer 2-3 maanden de man voor een money bakken. U weet die 19 miljoen. En vanaf dat moment is centrale bank, de minister, hoefdraadschrift, contact met advocaten in Holland, alles wat ze niet zag. Holland kan niet aangeven, zij de moramon. Dit jaar, vandaag en zo, maar bijna wel eens voor 40 punten zijn de logo op alle geldzendingen. Is er? Ze kunnen niet zeggen op welke van die punten ze dat geld hebben gehouden. En Suriname heeft al aan ze gezegd, als je wat wilt weten, je kan niet aan banken hier vragen om van alle bankrekeninghouders informatie naar Holland te sturen. Als je wat wilt weten, er is een rechtshulpverdrag Suriname-Nederland. Gona OM, Suriname zegt, Openbaar Ministerie, ik heb informatie nodig. Dan krijg je informatie die je nodig hebt en dat je dus aan moet. Is er naar mij kwam fout, tax wat fout, of naar boete, of naar zaak. Geef aan wat fout is, laat het betaald worden die boete. En als er niets fout is, dan hoor je money. Want je weet dat we alleen problemen zijn en dat zomaar je tjaro niet meer op die problemen. Terwijl dat hele plaatje aan de gang is, dat we een particuliere bank, RDC, dienstrift zit in money. Het zijn een internationale bank, die mannen zijn zo voorzichtig. Als je daar bij die bank bent, willen ze weten wat je schoen kost voor je bankrekening kan nemen. De man neer de zaak naar een bepaalde smaak. Een geweldig, heilige, echt zeer strenge bank. Dus de man berekende kassin de money gewoon. Holland wordt de man money, 4 miljoen. En je begrijpt, als dat begint te gebeuren, dat je als land je geld niet meer kan wegsturen, dan hindert mij je. Hetzelfde plaatje, dus de minister heeft gezegd, eigenlijk heeft Nederland Suriname nog steeds niet gezegd, zij dit voor aan money. Een paar algemene verhalen en het aanbod is gedaan aan Nederland van vraag via rechtshulpverdrag de informatie die je wilt bij OM Suriname. En doe je het door, als je onderzoek wilt doen, maar hou ons geld niet vast.